Even buiten Vianen is een vrachtwagen vol bier de sloot ingereden. De chauffeur reed over een smal landweggetje toen hij rechts de sloot inging. De truck en aanhanger liggen volledig op zijn kant. De chauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de smalle wegen in het buitengebied kan het nog uren duren voordat de vrachtwagen is weggehaald. 13 voormalige sekskamertjes aan de Harde Bollenstraat in Utrecht worden vanaf vandaag verkocht. Geïnteresseerden kunnen een maand lang bieden op de panden die de gemeente aanbiedt. Wethouder Jansen wilde ze eigenlijk in de zomervakantie al kwijt, maar dat plan werd uitgesteld. Volgens de wethouder kunnen de panden verschillende bestemmingen krijgen. Eigenlijk is een beetje alles behalve prostitutie. Detailhandel, wonen. Op dit moment is op de verdieping, zeg maar, hebben de meeste panden onder bestemming wonen. Dat blijft zo. Zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, ateliers en cultuur, bedrijvigheid. En in de straat kunnen maximaal 4 horecavestigingen komen. Die kunnen op verschillende plekken komen, maar het zijn er wel maximaal 4. De communicatie over de invulling kwam de gemeente op kritiek te staan. De buurt wil vooral rust in de straat en geen horeca. Inwoners van Renen willen natuur op het voormalige MOB-complex. Militaire terrein van zo'n 29 voetbalvelden groot in Elst staat te koop. Gisteravond spraken inwoners zich uit over de toekomst. Veel inwoners willen geen festivalterrein of grote camping. Toch heeft ook natuur een prijskaartje, zegt de wethouder. Dat kost veel geld, want het is een omgeving van 14, 15 hectare. Daar staan 17 of 18 hele grote gebouwen op. Met asbest, et cetera, et cetera. Dus je kunt zich voorstellen dat nog wel aardig in de papieren gaat lopen. Het MOB-complex diende ooit als opslagplek voor kleding, munitie en auto's. Maar het terrein en de gebouwen zijn al een paar jaar in verval. Na Zeeland telt Utrecht procentueel de meeste miljonairs. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Van Landschot. Ruim 1,5% van de inwoners van Utrecht is miljonair. Wat betreft woonplaatsen blijven Laren, Blaricum en Bloemendaal met 10% de dichtst bevolkte miljonairsplaatsen van Nederland. Die miljonairs beleggen meer en sparen minder, is een van de conclusies. Onder jonge miljonairs is de trend om te investeren in milieu, energie en onderwijs. Museum Speelklok in Utrecht is tweede geworden in de strijd voor de Raakstimuleringsprijs. Met deze prijs krijgt Speelklok 10.000 euro om tentoonstellingen te maken voor blinden en slechtzienden. In de toekomst wil het museum een programma ontwikkelingen voor tastbare muziek. Verwacht wordt dat de eerste rondleidingen begin 2018 gehouden kunnen worden. Drukte bij verwarmingsmonteurs in onze provincie. Vanwege de lagere temperaturen zetten mensen de verwarming weer aan en lopen dan tegen problemen aan. Monteurs zeggen ongeveer 2 keer zoveel telefoontjes te krijgen over kapotte verwarmingen. Ja, ik weet, daar gaan we. En weer een groep weg. Op kasteel Amerongen is vandaag het startschot gegeven voor de Daily Mile. Voormalig schaatser Erben Wennemars verzorgt samen met wethouder Veldhuizen de kick-off. Leerlingen van de Wilhelmina School lopen of rennen vanaf nu 3 keer per week een kwartier met een juf of meester. Wat we zien is dat bewegend leren een hot item op dit moment is. En wetenschappelijk ook steeds meer onderbouwd wordt dat het een positief effect heeft. De bedoeling is dat de kinderen na het rennen weer fris aan de les beginnen. En dan krijgt u nog het weer. In de loop van de middag is er meer ruimte voor de zon. Het is dan zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 13. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op de website rtvutrecht.nl.